Carbon credits kunnen een bron van inkomsten worden voor Suriname. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, BIBIS, gaf tijdens de wekelijkse Raad van Ministers te kennen dat er op het niveau van het binnenlands beleid wordt gewerkt om de verdiensten binnen te halen voor ons land. Sinds kort is de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, ROM, volledig belast met de voorbereidingen van de inkomsten die Suriname zal ontvangen als carbon-negatief land. Volgens minister Ramdien zullen er nog tal van zaken in orde gemaakt moeten worden alvorens ons land in aanmerking komt. We moeten onze wetgeving in orde maken in termen van hoe carbon trading gaat plaatsvinden. We hebben dat nog niet helemaal. We moeten gaan praten over hoe gaan we de middelen allokeren. Want wanneer je carbon credits verkoopt, is het de bedoeling dat een groot deel of een belangrijk deel van die middelen gaan richting duurzaam milieubeheer. Daarvoor moet je dus, je kan niet het geld gewoon gebruiken om iedereen extra centjes te geven. Je moet het gebruiken om het milieu te beschermen voor een bepaald deel. Dan hebben we ook dat we moeten praten met alle stakeholders. Het binnenland, de gezagdragers, de bevolking. We moeten praten met het bedrijfsleven, de vakbeweging. Iedereen in die samenleving moet betrokken raken bij dat aspect van hoe je gaat allokeren de middelen en hoe je die gaat besteden. Carbon credits betreffen een mechanisme dat is gecreëerd in de Kyoto-overeenkomst en verder is uitgewerkt in het Parijsakkoord om de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer te verminderen. Bedrijven en/of landen en organisaties kunnen carbon credits kopen om de uitstoot van hun activiteiten te verantwoorden. Suriname moet nog heel veel doen alvorens aanspraak te kunnen maken op de verdiensten daaruit. Tijdens de gouden klimaattop in 2023 zijn Suriname en Belize uitgeroepen tot de grootste carbon-negatieve landen. De verdiensten van ons land in de productiesector zullen normaal plaatsvinden. Er wordt samen met instanties gewerkt aan behoud van de carbon-negativiteit. Ook de uitbreiding van ontbossing zal op een verantwoorde manier moeten geschieden, stelt minister Ramdien. We zijn een heel vruchtbaar land, zonder twijfel. Dus ik denk dat we die grotere productie wel kunnen realiseren zonder nadrukkelijk te ontbossen. We moeten ook kijken hoe we ons bosbeheer organiseren. Want er moeten betere systemen zijn om tot houtkap te kunnen overgaan. Kijk, we gaan die houtindustrie niet moeten verliezen. Want iedereen heeft hout nodig, maar we kunnen dat op een verantwoorde manier doen. Op een betere en verantwoorde manier. Het gebeurt al heel verantwoord. We hebben een heel goed systeem dat door CEDOS is ontwikkeld, jaren geleden. En dat wordt toegepast in verschillende landen. Op het stuk van visserij en pluimveesector hetzelfde. Die dingen moeten doorgaan, want we hebben behoefte aan voedsel. We kunnen niet zeggen, we gaan alles laten zoals het is. Maar daar ondertussen hebben we geen mogelijkheid om productie uit te breiden. Dus we gaan die gebalanceerde groei wel moeten realiseren.